boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Anton Dillen. En vandaag komt er een pakketje weer naartoe. Het is vandaag vrijdag 23 augustus, klopt dat? Ja, 23 augustus. En er komt vandaag een pakketje weer naartoe van bij Dartshopper. Ik heb dat besteld bij bol.com. Ik heb nieuwe dartspellen besteld. 90% tungsten dartspellen. En die zouden vandaag moeten toekomen bij Peepost. Maar het is een briefbuspakket, dus het kan waarschijnlijk wel vandaag toekomen. Ik weet niet wanneer dat ze hier briefbuspakketten leveren. Dus het is vandaag deze video. Ik ga mijn handen klappen als ik het heb. Dus een briefbuspakket. En het zijn King of the Hockey Darts of Koto. Afgekort. Koto Darts, King of the Hockey. En liefdespost is dat. Dus ja, let's go. Ik zal in mijn handen klappen als ik het heb. Dus let's go. Ik ga nu in mijn handen klappen. Oké, boys en girls. Mijn pakketje is binnen. Van Dartshopper. En we zullen het open doen. En mijn adres staat erop. Dus ik doe dat even gewoon zo open. Deze pakketje, de King of the Hockey, King Wax Black, 90% tungsten, K6 steel tip, 23 gram. Dus ik heb 23 gram pijltjes. Oké. Bijvoorbeeld on the flight. Dit is al zo'n flight, King of the Hockey flight. Zit die nog? Links gezien? Dat zijn de kleine shafts, denk ik. Dat zijn ook shafts. Dat zijn de intermediates, denk ik. En ik heb twee sets flights gekregen daarbij. Twee sets flights, oké. Er zijn ook flights in, nee, er zit niks meer in. Oké, wat ik dus ga doen. Wat een grip. Oh, wat een grip. Oh, die tungsten darts zijn nice. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje. De grip is echt, ik zou zeggen een 3,5 toch, qua grip. Ik vind dat die darts toch al redelijk lang zijn. Dus ik ga daar de kleinste set shafts op zetten. Oké, okay, hoe moet je dat overdoen? Dus deze shafts ga ik erop zetten. De kleinste shafts. Van de King Grips. Dan ga ik mijn eigen flights erop zetten.
van de vleugel. Wel acht vleugels zijn er wel ook speciaal voor dit circuit ontwikkeld. Of niet zo speciaal voor dit circuit, maar... Kijk, mijn flight zal er wel van Den Berg of wel van... van Huibrechts erop zetten, maar ik denk eerder dat ik die van de Dreamaker er ga op zetten. Dus dat zijn sowieso alle darts die ik dus ga gebruiken. De Koto Kingmax, King of the OK Kingmaxes, 300 gram. Dus ik ga mijn eigen flights opzetten. Moet hier nog in mijn zakje zoeken, mijn flights. Deze flights ga ik erop zetten, de rode van de Dreamaker. En nu ben ik bijna klaar met mijn setup van darts. Dus dit is mijn setup van darts. De Dreamaker flights erop. 23 gram tungsten. 90% tungsten. 23 gram King of the OK Kingmax darts. Met de kleinste King grips erop. De kleinste shafts erop. En dat is zo'n beetje nu de dart waarmee ik ga spelen. Ik ga die nu testen. Maar dat ga ik niet in de video doen. Dus ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. En dit zijn mijn darts dus. Mijn nieuwe darts. 23 gram King of Yoki Kingmax. 90% tungsten darts. En ik ga er veel plezier mee hebben. Die grip die pakt echt in de vingers. Dus ja. Ik check jullie guys graag terug bij een nieuwe video. En er gaat ook weer een EFC video zijn. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Let's go. Bye bye. Yeah.